Mijn heren, ik voel mij vandaag verplicht als directeur-generaal van onze grootwarenhuizen u in het kort de vlugge vooruitgang te schetsen van deze jongeman. Even recht doen. Deze jongeman die amper een jaar geleden dienst nam in onze zaak. Na afgestudeerd te zijn op 34-jarige leeftijd in het lager onderwijs, waar hij alle records heeft gebroken van het langst in dezelfde klas te hebben gezeten, begonnen is in ons restaurant als tafelafruimer. Ik zag dadelijk, mijn heren, dat deze jonge man de nodige stuwkracht zou geven voor de opbloei van onze zaak. Ik was dan ook na amper een paar maanden verplicht hem in rang te verhogen. Hij werd eerste verkoper, afdeling kinderspeelgoed. Door zijn werklust stimuleerde hij de anderen. En de verkoop van rammelaars en toeters ging de hoogte in. Hij werd chef, afdeling damesondergoed. Mijn heren, de BH'tjes vlogen de deur uit. U zult moeten toegeven, mijn heren, dat deze jonge man de nodige stuwkracht zal geven voor de opbloei van onze zaak. Om onze zaak naar de hoogste top te brengen. Dames en heren, nu is het plechtige moment aangebroken dat ik hem dit mandaat zal overhandigen. Dit mandaat waarin staat dat ik hem benoem als mededirecteur-generaal van onze grootwarenhuizen. Alsjeblieft en hartelijke dank. Dank u wel, papa.